Goedendag, ik ben Els Meerseman, legal consult bij Acerta Open Opleidingen en ik wil het met je hebben over bedrijfsfietsen. Laten we even beginnen bij het begin. Mogen je medewerkers af en toe met een van de poolfietsen van het bedrijf op weekend gaan? Doen ze hun boodschappen met een fiets die ze gekozen hebben via het cafetariaplan of los? van het cafetariaplan ter beschikking krijgen, dan kwalificeren we dat als een voordeel alle aard. De medewerker hoeft namelijk zelf geen fiets te kopen om zijn privéverplaatsingen en woon-werkverplaatsingen te doen. Opgelet, want de werkgever zal dat voordeel alle aard vanaf inkomstenjaar 2024 op de fiscale fiche moeten vermelden. Op die manier wordt vermeden dat de medewerker twee keer de fiscale voordelen geniet, namelijk enerzijds het belastingvrije voordeel alle aard van de fiets en anderzijds de fietskosten in mindering te brengen via het bewijs van de werkelijke kosten in de personenbelasting. Hoe wordt het voordeel alle aard belast? Er geldt een verschil tussen het niveau van de bedrijfsvoorheffing en de behandeling in de personenbelasting. Ik vertelde je net dat het privégebruik van het bedrijfsfiets een voordeel alle aard uitmaakt. Het gaat dus eigenlijk over een loonvoordeel waarop je medewerker in principe bedrijfsvoorheffing en ook RZ verschuldigd is. Dat is de algemene regel. Toch zal er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn wanneer je medewerker die bedrijfsfiets ook effectief gaat gebruiken voor zijn woon-werkverplaatsingen. Vroeger moest je medewerker bovendien euh, laten weten of hij in de personenbelasting zijn werkelijke beroepskosten zou bewijzen of dat hij gebruik zou maken van de forfaitaire kostenaftrek. Want enkel in dat laatste geval kon je de vrijstelling van bedrijfsverheffing gaan toekennen maar dat is sinds inkomstenjaar 2024 overbodig geworden. Dus zodra de fiets gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer, betaalt je werkgever geen bedrijfsvoorheffing op het voordeel alle aard. Maar opgepast, voor de werkgever maakt het weliswaar niet uit welk kostensysteem de medewerker bij de aangifte van de personenbelasting zal toepassen. Als werkgever zal je namelijk toch nooit bedrijfsverheffing inhouden op het voordeel alle aard van de bedrijfsfiets. Maar voor de fiscus is het toepasselijke kostensysteem wel van belang. Bij de aangifte van het belastbare inkomen heeft je medewerker de keuze tussen een forfaitaire kostenaftrek enerzijds en het bewijs van de werkelijke beroepskosten anderzijds. Kiest je medewerker voor de forfaitaire kostenaftrek, dan blijft het voordeel alle aard van de bedrijfsfiets vrijgesteld van belastingen. Maar wanneer je medewerker daarentegen zijn werkelijke kosten gaat bewijzen, dan wordt het voordeel van de bedrijfsfiets als een belastbaar inkomen gezien, zelfs wanneer hij de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikte. De medewerker mag dan wel zijn werkelijke fietskosten in mindering brengen. Maar hoe berekent de fiscus dan hoeveel belastingen jouw medewerker moet betalen? Wel, daarvoor gebruikt men de fiscale fiche. Als werkgever zul je namelijk het voordeel alle aard van de bedrijfsfiets op de fiscale fiche 28110 moeten plaatsen. En dat voor elke medewerker die een bedrijfsfiets ter beschikking heeft gekregen. Als werkgever weet je namelijk niet welk systeem van kostenaftrek je medewerker zal toepassen. Dat weet de fiscus pas bij de aangifte van de personenbelasting. Dus door de vermelding van het voordeel alle aard op de fiscale fiche, heeft de fiscus meteen alle nodige info om de juiste berekeningen te kunnen maken. Maar hoe ga je dat voordeel alle aard dan begroten? Welke waarde zet je op de fiscale fiche? Nu, omdat er geen forfaitaire waardering geldt, dien je natuurlijk rekening te houden met de werkelijke waarde van het voordeel. Daarbij gaat het enerzijds over de volledige kostprijs van de aanschaf van de fiets zelf, maar ook van de toebehoren, het eventuele onderhoud, verzekeringen en dergelijke. Wanneer je als werkgever de fiets leest, dan mag je. De jaarlijkse leasekost in aanmerking nemen, weliswaar in verhouding tot de duurtijd van de ter Ga je eerst de fiets zelf aankopen en dan ter beschikking stellen van je medewerker, dan spreid je de aankoopprijs in functie van het aantal jaren dat je de fiets ter beschikking stelt. Wil je meer weten? Volg dan onze opleiding Mobiliteit in je loonpakket.